Mijn mooiste herinnering van 2021 is uiteraard de geboorte van onze dochter Lina. We verloren vorig jaar tijdens de kerstperiode onze dochter Donna. Daarna, vervolgens in het begin van februari, verloor ik ook nog mijn vader aan de gevolgen van Alzheimer. Straks met de kerstdagen, met het nieuwe kindje op schoot, kunnen we toch weer iets positiefs vieren en terugdenken aan Donna en aan mijn vader.